Goedemiddag mensen, ik heb goed nieuws. Ed heeft mij zojuist gebeld. Er is een gesprek geweest tussen de psychiaters en het zorgpersoneel. Zoals dat gaat in de zorg, hè, daar word je weer besproken. En ze hebben besloten hem weer vrij te laten, want ze hebben helemaal niets om hem vast te houden. Niets. En we hebben zoveel mooie, ik heb nog een aantal mooie documentjes voor hem gemaakt. Een wilsverklaring en voorwaarden en een heel stapeltje papieren met onderbouwing, gratie gods. En wat hij van Roeland allemaal gekregen had ook nog. En het totaalplaatje. En het feit dat Ed gewoon helder is en heel veel kennis van zaken heeft. Hebben ze toch doen besluiten om hem weer vrij te laten. Nou, het moet nog helemaal bevestigd worden. In die zin, vanavond laten ze hem eruit. Is hij weer op vrije voeten. Dus dat moeten we nog even afwachten of het ook echt gebeurt. Maar dit is wat Ed mij zojuist vertelde. Dit hebben ze besloten. De vergadering van vanochtend. Dus het is gelukt. En we zullen Ed straks wel weer op Telegram horen. En dan ga er maar voorbij mevrouw. Ja, dus dat is goed nieuws mensen. Hartstikke goed nieuws. Ed is weer terug en gaat de boel weer onveilig maken. Waarschijnlijk binnenkort.